Bueno, jugamos un buen partido, presionamos bien y cuando interceptamos el balón intentamos atacar lo más rápido posible y así ganamos el partido, creo. Ja, we hebben dus geen speler van Getafe bij ons, maar wel Niels Martin. Niels, goedenavond. Wat vond je van de wedstrijd? Getafe, wie verkondigt, sterke ploeg. Sterker dan KV Mechelen vorige week. En toch, jullie hebben dat schitterend gedaan. Ja, ik denk dat Getafe qua naam sowieso een grote ploeg is in Europa. En ja, je moet niet vergeten dat zij hier al een week aanwezig zijn in België ook. Ik denk dat de vermoeidheid bij hun ook parten zal gespeeld hebben. Maar dat we toch vanaf de eerste minuut goed hebben trachten die wedstrijd naar ons te trekken. Tempo er een beetje proberen uit te halen. En ik denk dat ons vrij goed gelukt is. Ja, toch even teruggaan in de tijd. Jij hebt bij Tenerife gespeeld, als ik het goed voor heb. Heb je ooit tegen Getafe gespeeld? Nee, ik heb in de jeugd nooit niet tegen Getafe gespeeld. Dus ze kwamen toch wel, ja, toch niet zo sterk voor de dag, zoals je zegt, zo een beetje vermoeid zijn. Maar dat neemt niet weg dat Antwerpen toch heel goed collectief ze hebben opgevangen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we ons spel ook verzorgd hebben gedaan. En van in het begin trachten, ik zeg het, ons spel proberen te spelen. En dat heeft uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. En uiteindelijk hebben we die match kunnen winnen met een 3-1 zege, wat dat toch wel mooi is, denk ik, tegen Getafe. Ja, en ook een beetje een woordje over de keeper nu, Theo Dufournier. Ja, die staat te sterk in zijn doel, de keeper niet. Ja, ik denk dat Theo tot nu toe nog op weinig foutjes te betrappen is. En ik hoop dat hem ook zo verder doet. Ik denk dat als hij zo verder doet en zijn vertrouwen alleen maar gaat groeien. En dat is positief voor hem en voor heel de ploeg. Als hij die uitstraling heeft van zo'n keeper, denk ik dat de ploeg ook gerust is. En dat we op hem kunnen vertrouwen. En hoe zie je het zelf het seizoen aanvatten, Niels? Ik ga nu eerst proberen van terug 100% fit te geraken. Want ik heb deze week mijn kleine blessure gesukkeld. En ja, ik denk dat dat toch het belangrijkste is voor een voetballer, voor fit aan het seizoen te beginnen. En ja, dan hoop ik van zoveel mogelijk speelminuten te krijgen. En we zullen zien waar dat we eindigen, uiteindelijk.